Wel, we hebben hier een voordracht, de eerste voordracht van het jaar 2012 van onze vereniging NEOS. We hebben een onderwerp gekozen dat aansluit bij de lokale gemeenschap, met iemand uit de lokale gemeenschap en over een lokaal onderwerp dat zich terugstemt in de verleden tijd, in de middeleeuwen. Ja, ik denk dat het gegeven zich afspeelt in de 12e, 13e eeuw, nog de echte middeleeuwen, voordat de moderne tijd gaan beginnen. En het is vooral gebaseerd op opgravingen die gebeurd zijn in Eppegem en omstreken. Gaan we vandaag dingen zien die we nog niet wisten of die we nog gaan ontdekken? Allee? Ik denk dat het voor veel mensen een ontdekking zal zijn, omdat er weinig gekend is over de geschiedenis van de streek. We kennen wel een algemene geschiedenis in het algemeen, maar over streekgebonden materies is er weinig geweten en vooral uit die periode. En het is daarom interessant dat eigenlijk een inwoner van Eppegem zich de moeite en de last heeft getoond om dat allemaal een beetje beter te begrijpen en naar voren te brengen. Als ik denk aan de middeleeuwen, denk ik terug aan veldslagen en stenen gebouwen. Zijn er veldslagen geweest? Veldslagen niet zodanig, maar wel kleine oorlogs, gevurenruzes vooral. Maar die toch wel onrust en paniek hebben gezaaid. Want het ging er altijd over, ofwel werd je huis verbrand, ofwel werd het neergehaald, of nog andere dingen. Maar oorlog is nooit goed, zelfs niet in de middeleeuwen.